Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland en aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 79 is de biografie van Etty Hillesum, geschreven door Judith Koelemeijer met de wat zwak ogende ondertitel Het verhaal van haar leven. En het is alweer het zevende biografische werk dat dit jaar in de bestseller 60 staat. Na Fortuna's Kinderen van Annie-Hert van der Zijl, de biografie over Willem van Oranje, De Zwijger van René van Stipriaan, de biografie van Hella Hazen, Leven in de Verbeelding van Aleid Truijens, de autobiografische teksten van Herman Pleij, het biografische deel Vaders Kind over Renate Rubenstein van Hans Goedkoop en het biografische anekdote en plaatjesboek ABC Dilder over Jules Dilder. Dat is best een aanzienlijk aantal, zeker aangezien het mijn doel was dit jaar om vooral Nederlandse fictie te gaan lezen. Maar ja, dit soort werken maken natuurlijk wel een belangrijk deel uit van de Nederlandse literatuur en wil ik daarom niet uitsluiten op basis van strikte genrescheidslijnen. Deze biografie van Etty Hillesum vormt het hoogtepunt in de nalatenschap van deze dagboekschrijfster, wier oorlogsdagboeken pas in 1981 voor het eerst werden gepubliceerd onder de titel Het verstoorde leven. In de periode daarvoor durfden uitgevers het niet aan en werden alleen twee brieven die ze in Westerbork had geschreven gepubliceerd, onder andere in het tijdschrift Maatstaf. Wanneer wij uit de kampementen, waar ter wereld dan ook, alleen onze lichamen zullen redden en niets meer dan dat, dan zal dat te weinig zijn. Het gaat er toch immers niet om dat men ten koste van alles dit leven behoudt, maar hoe men het behoudt. Koelemeijer begint de biografie met het moment in 1941 dat Hillesum zelf als haar wedergeboorte zou beschrijven. Namelijk haar ontmoeting met de psychogyroloog Julius Spier, die aan handlezingen deed. En tot wie de 30 jaar jongere Hillesum zich sterk aangetrokken voelde. Hij was het die haar adviseerde om een dagboek te beginnen, die zij zou beginnen met de volgende woorden. Vooruit dan maar. Dit wordt een pijnlijk en haast onoverkomelijk moment voor mij. Het geremde gemoed prijsgeven aan een onnozel stuk lijntjespapier. De gedachten zijn soms zo klaar en helder in het hoofd en de gevoelens zo diep, maar opschrijven, dat wil nog niet. In hoofdzaak is het, geloof ik, het schaamtegevoel. Het verhaal van Etty Hillesum is haar dagboek. En bijna al haar schrijfsels, dus ook haar brieven, zijn verzameld onder de titel Het Werk, dat in 2012 is uitgegeven en waarvan vorig jaar een vernieuwde uitgave is verschenen. En aan Koelemeijer was het de taak om rond dat beeld dat Hillesum van zichzelf neerzette, aan de hand van andere geschriften en interviews en ook bronnen van tijdgenoten, een wereld neer te zetten die breder is. Koelemeijer heeft ervoor gekozen om dit hele verhaal vrij intiem op te schrijven, waarbij soms de vertellende stem van de biograaf helemaal achterwege wordt gelaten. Maar wat kon ze daadwerkelijk betekenen voor die arme mensen in Westerbork? Wat deed de Joodse Raad anders dan zichzelf redden en de grote rest helpen wegvoeren? Misschien kan ik het lijden nog een beetje verlichten, vroeg Etty dan retorisch. Domineeswerk, vond Pieter. Je spreekt een paar laatste woorden met iemand die toch de dood ingaat. Ja, zei Etty dan berustend. Dat is heel droevig. De intimiteit van bijvoorbeeld dit soort gesprekken maakt van deze biografie een bijzonder meeslepende tekst. En die kracht uit zich vooral als Koelemeijer de periode beschrijft die Hillesum zelf ook in haar dagboek heeft beschreven. Namelijk die van 1941 tot en met 1943. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel, na die wedergeboorte bij Julius Spier, begint Koelemeijer haast traditioneel met korte biografieën over de ouders van Etty Hillesum. Maar ze laat de chronologie echt vrij snel los. Maar als je, net zoals ik, niet zo enorm kenner bent van het oorspronkelijke dagboek, dan kan je soms wat houvast missen. Koelemeijer spreekt namelijk heen en weer tussen de periode voor de oorlog en de eerste oorlogsjaren. Ook wil ze heel duidelijk het punt maken dat achter die filosofisch getinte dagboekfragmenten een sensuele vrouw schuilging die flirtte en die ook meerdere minnaars had. En die beschrijvingen met driehoeksverhoudingen hebben soms een iets te veel oelala gehalte, waarbij ook telkens de nadruk wordt gelegd op de borsten van Etty Hillesum, die al na twee pagina's worden betiteld als zware druivenzakken. Ook sommige narratieve technieken zijn wat veel van het goede. Het zesde hoofdstuk begint met een abortus, waardoor je als lezer het gevoel krijgt dat je essentiële informatie hebt gemist. Want wie is dan in godsnaam de vader? Maar het antwoord op die vraag krijg je pas pagina's later. Op maandagochtend 8 december om 6 uur werd het ongeboren kind geboren. Precies 10 dagen over tijd. Het was voor Kete een belangrijker avontuur geweest dan voor haarzelf en Han, schreef Etty. Ze had geen moment getwijfeld.
Ik zal je de toegang tot dit leven versperren en heus, daarover zul je geen klagen hebben. Dat verwarrende en dat zweven in de tijd wordt vanaf het tweede deel wat meer losgelaten. Want vanaf dan volgt Koelemeijer vooral de chronologie van het dagboek, waarbij de leefruimte voor de Joden steeds kleiner wordt. En ze neemt je mee in de keuze van Etty Hillesum om niet onder te duiken en om zelfs aan de slag te gaan als maatschappelijk werkster in Westerbork, om tot slot zelf op transport gezet te worden in dezelfde trein als haar ouders en haar broertje. En waaruit ze dan nog een briefkaart gooit aan haar vriendin Christine. Christine, ik sla de Bijbel op een willekeurige plaats en vind dit. De Heere is mijn hoog vertrek. Ik zit midden in een volle goederenwagen op mijn rugzak. Vader, moeder en Misha zitten enige wagens verder. Het vertrek kwam toch nog vrij onverwachts. Plotseling bevel voor ons speciaal uit Den Haag. We hebben zingende dit kamp verlaten. Daar waar het textuele spoor van Etty Hillesum ophoudt, kiest Koelemeijer noodgedwongen voor een meer traditionele biografische vertelstem, waarbij ze de aankomst in Auschwitz en de dood probeert te reconstrueren op basis van bronnen en mogelijke scenario's beschrijft. Dit boek overtuigde in de gesuggereerde volledigheid. Je krijgt het gevoel dat Koelemeijer daadwerkelijk elk biografisch spoor heeft proberen bloot te leggen. En ze doet dat in zo'n fijn leesbaar en intiem verhaal dat het recht doet aan deze jong gestorven vrouw. En doet je verzuchten en je voelt de drang om de dagboeken erbij te pakken. En wat dat betreft is deze biografie een ultiem fijne leeswijzer bij de teksten van Etty Hillesum.